Goedemorgen traders, dit is het marktcommentaar van zondag 23 januari en uh, voor u zit een hele, hele, hele tevreden trader niet zozeer omdat het uh, scenario van vorige week eigenlijk spot on was, maar omdat dit gewoon een hele lekkere week was om te traden um, zowel swing trading als ook uh, intraday, hele mooie volatility, hele mooie kansen wat dat betreft uh, zou ik wensen dat uh, haast elke week zo ging, maar goed dat is helaas Utopie um, dus laten we eens even naar de markten kijken, we hadden in de Vorige sessie een week geleden gezegd. De kans dat dit hier de dagcyclusbodem is, die is um, relatief klein. En ik ging ervan uit dat de kans vrij groot was dat wij in de komende week, dus deze afgelopen week. Um, dat we minimaal nieuwloos maken. En we zaten toen 1, 2, 3, 4, 5. Hier op 36.000. Dus het koers was minimaal loos. En dan was het idee dat we dan ergens daarna de dagbodem zetten, dat we uiteindelijk een correctie inzetten die tot een lage top leidt en dan een nieuwe beweging naar beneden. Nou, en dat alles uiteraard in het kader van de um, combinatie van end of cycle in de week en end of cycle in de maand. Nou, laten we even rechts, of nee, laten we eerst even links kijken. Het scenario is inderdaad gewoon uh, netjes uitgekomen. We hebben hier minimaal een nieuwe low gemaakt, dus het minimale target is gehaald en is ook duidelijk overschreden. We hebben een vijftal lagere beursdagen gehad, flink lagere beursdagen, we zijn echt op de low van de week gesloten. Dat op zich is overigens een bullish teken, in tegenstelling tot wat veel mensen vaak denken, denken als je vrijdag... Laag sluiten, ga je maandag uh, meteen crashend lager. Dat is, dat is verre van waar. Um, wat, je, wat je meestal ziet, is als je vrijdag laag sluit, dat je maandag de low dan nog test. En dat je dan ergens in de loop van maandag uh, vaak een omkeer krijgt. Kijk, dat zie je hier bijvoorbeeld. Laag sluiten, iets slagen en dan omhoog. Hier ook laag sluiten, omhoog. Hier hetzelfde laag sluiten, omhoog. Dus uh, ik ga ervan uit dat gezien de telling van de cyclus nu 21 bars... Kijk, klopt dat? Dan Staat dat hier goed? Nee, 22 bars zelfs zitten we... Dus dat is zeg maar echt aan de, nou, dat is aan de ruime kant... dat wij um, maandag een, een soort omkeerdag krijgen. Dat baseer ik nu eindelijk op, op een tweetal factoren. A, we hebben een uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Dagen gaat van continue koersdaling, eh, continu rode bars. Eh, je ziet meestal ergens een soort fre frequentie of een volgende reeks van maximaal 3 tot 8 bars. 6 eh, is al tegen de extreme kant en dan eh, krijg je meestal een pullback. Dat is 1. We zijn eh, of 2 we zijn behoorlijk oversold voor wat het water is, maar je, je ziet we zitten behoorlijk ver onder de. Bij de MA's, dus dan krijg je ook vaak een pullback. En ten derde, de cyclus telt nu 22 dagen. Je ziet het ook, de cyclus in de kaart staat bijzonder laag. En dat, daar ga ik dus vanuit dat wij wellicht maandag, ik ga er nou eigenlijk vanuit dat het maandag is, dat we mogelijk die dan nog een keer gaan testen. En dat we dan een nieuw dagcyclusbodem markeren. Nou, hoe ziet die bodem er dan uit? Ik ga ervan uit dat dit een zogenaamde complexe correctie wordt. Wat bedoel ik daarmee? Eh, kijk even naar de rechte grafiek, de weekgrafiek vanaf eigenlijk de coronacrash. We hebben hier alleen maar eenvoudige, nee, we hebben één complexe correctie gehad. Ja, twee als je het wat ruimer neemt. Kijk, wat is een correctie? We hebben twee soorten correctie: eenvoudige. Dat is gewoon een beweging van A naar B. Omlaag. A naar B, A naar B, die zien we hier. In principe zien we die hier, die zien we hier en die zien we hier. Gewoon simpel van top naar bodem en dan gaat het weer omhoog. Dit is een zogenaamde complexe correctie. Dus van A naar B, dan van B naar C. C ligt dan onder A en dan ligt D weer onder B. We noemen dat een complexe correctie. Dit is eigenlijk een correctie die uit twee legs bestaat. Twee downlegs en één upleg, dus uit drie golven. En we zien dat dit soort correcties vaak voorkomen aan het einde van een wat grotere cyclus. Nou, we zitten nu aan het einde van een grotere maandcyclus. Deze grote cyclus, kijken we zo meteen even naar. En ik ga ervan uit dat het niet blijft bij enkel en alleen deze beweging. Dat betekent dus dat um, volgens mijn scenario dat we nu een beweging krijgen, een herstelbeweging, die zou best wel even pittig kunnen zijn, um, als reactie hierop, um, ik, ik noem maar iets, uh, maandag een omkeer, dinsdag, woensdag, misschien wel 2, 3, 4 procent omhoog, zoiets, kan me best voorstellen, dat iedereen denkt, oh ja, dit was het weer, we gaan weer uh, buy in the dips, alles is weer vergeven en vergeten, dus dat we hier een beweging krijgen, en dan, dat we dan tussen bar 3 en 8, en lagere top zetten, wellicht hier rond die EMA 80, hier rond dit niveau, dat we dan een lagere top zetten en dat we dan uiteindelijk, dus ik teken het even recht in de weekgrafiek in, lagere top en dat we dan uiteindelijk een lagere bodem neerzetten, um, zeg maar ergens in dit, in dit rijtje, um, met mogelijk nog een procent of vijf dalingsruimte achteraan. En het scenario wat we, wat we eigenlijk al een aantal maanden meenemen, ja, dat lijkt nu toch echt uit te komen. Dan kunnen ze zeggen: ja, als je lang genoeg roept, dan gaat het elke keer weer naar beneden. Maar als je deze vlog volgt, dan, dan weet je dat ik eigenlijk vanaf oktober al bezig ben om die maandcyclus-top te bekijken. Maar dat het op één keer, één keer na, elke keer eigenlijk aan duidelijke signalen ontbreekt. Dat er altijd iets mis is. Uh, de beweging is, is niet sterk genoeg of de reactie is te fel. Nou, nu lijkt volgens nog alles te kloppen. En ga ik er dus ook vanuit dat wij um, uh, na deze herstelbeweging niet meteen naar nieuwe highs gaan. Maar dat wij dus een lagere top gaan zetten. Want kijk ook even naar de week. De week telt nu 16 bars hier. En als we ervan uitgaan dat we mm, in principe naar zo rond de 20 gaan... Um, kijk, de, je ziet ook, de er lijkt hier gewoon nog duidelijk beweging of ruimte te zijn. Als we uitgaan van zo'n 20, dan betekent dat nu eind februari. Is het 21, 22 betekent het begin maart. Dus, dus dat is een beetje de ruimte die ik geef en waar ik al een aantal weken over sprak. En als we ervan uitgaan dat het einde van de weekcyclus dan samenvalt met het einde van de maandcyclus, dat is. Helemaal interessant waarom het einde van een cyclus is altijd het meest bearish, net als dat het begin het meest bullish is. Nou, als twee grote cycles samenvallen, vatten, nee, sorry, samenvallen um, de week- en de maandcyclus, dan zou je dus kunnen veronderstellen dat we nou, hier tot 50% corrigeren van de maandkendel, laten we zeggen rond, uh, rond uh, 35.000, 35.400 zoiets, dus dat betekent misschien een duizend punten up. Dat is een procent of drie. Kan, kan in principe makkelijk. En dat we dan nog een keer. Um, laten we zeggen, dit is één week omhoog. Eén candle omhoog. En dat we dan um, twee, drie, vier candles omlaag nog gaan. En dan zou ik mij voorstellen dat we ergens misschien, ja, misschien zelfs we hier zo'n beetje uitkomen. Um, en let wel, dit is nog steeds. Een, een heel boelisch verhaal, want uh, dan blijf je nog steeds hier bovenin, in het bovenste derde deel hangen. Het zou zelfs zo kunnen zijn, als we echt in een soort zelf komen, dat we hier nog een procent of tien ruimte hebben. Uh, of iets meer, en dat we dus het uitbraakpuntje testen. Kijk, kan allemaal. Nogmaals, het einde is het meest bearish. Um, we, we zitten qua um, tijd, denk ik, niet zo heel ver vanaf. Ver is betrekkelijk, maar ik heb het over een, een, misschien een, ergens tussen een drie en een zes weken zoiets. Maar als je ziet, als dit de eerste candle was en het echte bearish verhaal moet beginnen, en dit is een voorproefje van wat we misschien nog krijgen, dan um, denk ik dat we uiteindelijk hier in deze range terugkomen of terechtkomen tussen 29 en 32k. En laten we hier ook nog eens even naar de maand kijken. De maandgrafiek, uh, want dat is de cycle waar het om gaat. Kijk, je ziet nu ook. Um, dit is een eerste negatieve maand. Het lijkt mij dat die maandkendel ook negatief blijft. Um, en ik, ga, ik kan me niet voorstellen dat het bij één kendel blijft. Dus dat dit één cycle is. En dat die dus topt en bodemt op dezelfde candle. Dat zou. Um, nou, heel, heel erg vreemd zijn. Um, ik bedoel, het kan. Um, we zagen het hier in principe ook. Hier duurde het uiteindelijk langer, maar daar werd die low van die eerste candle eigenlijk niet gebroken. Alleen hier was de daling nog wel ietsjes uh, heftiger. Die was nog twee keer zo groot. Ik ga ervan uit dat we minimaal nog een maand candle krijgen. En dat we dan ergens als minimale target op die 1,20 staan. Um, ergens hi hier tussen. Rond, rond... In deze zone. Waar het dan precies is, dat weet ik niet. Maar dat zou een normale pullback uh, zijn. Kijk, een normale pullback, of nee, een, 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 een hele bullish pullback zou maar een derde zijn. Dus als we het even hier uh, verdelen. Dus dat we even hier kijken: um, pullback. Kijk, dan zie je. Um, dit is, uh, dit is 30%. Dus dit is een derde van deze hele beweging. Dit is 50%. Dit is wat we vaak meemaken. En dit is 65%. Dus ik hanteer geen Fibonacci-verhoudingen. Ik geloof daar niet in. Dat is voor mij een beetje woedoe achtig ik Waarom zou het precies op, op 31,8% en, en dat soort flauwekul uh, komen? Of 38,2% is het, geloof ik, en, en, en rond die 61%. Um, ik geloof meer in zones, in 1 derde, de helft en zeg maar 2 derde. Uh, grosse mode en, en, en ongeveer rond, rond die zones. En wat we heel vaak zien is dat we correcties krijgen van um, in een hele bullish market van maximaal 30%. Dan zou die dus hier bovenin blijven. Nou, dat betekent dus dat we al onder 32 komen. Um, wat, je, wat je meestal ziet, <coughs> dat we ergens. Corrigeren tussen 30 en 50 procent. En dat betekent dat we dus hier in deze zone komen, rond die 29, tussen 29 en 30. Nou, um, wat ik absoluut niet denk is dat we hier veel verder komen dan dat. Dus ik ga ervan uit dat deze correctie ergens tussen 32 en 29 uitkomt. Um, mogelijk eerder bij de 30 dan bij de 32, Daar ga ik er nu even van uit. Um, en je ziet ook de, um, de maand. Ja, heeft hier ook nog wel wat, wat ruimte. Zeker nog voor één candle. Uh, Misschien nog wel meer hoor, maar in, in principe nog, nog voor één. En als we even terug gaan hier naar de, de weekgrafiek. Um, kijk, dan hebben we hier, als we even dan tellen. En we gaan dus uit van, uh, van nou, laten we zeggen, 20 bars, 21 bars. Dan past daar dus nog één dagcycle in. Nou, en als we dan uitgaan dus van die ABCD-beweging, be dan zouden we nu deze week aan de laatste dagcyclus beginnen, die dan 20 beursdagen duurt. En dat is vier weken. En dan zitten we op eind februari. Nou, uh, in het extreme geval uh, komen er nog twee cycles achteraan. Kijk, dat weet ik niet. Maar um, dat is ook niet zo interessant. Want Linda Rasker zegt altijd, een hele grote Amerikaanse trader. Uh, one bar at a time. Dus we kijken gewoon één bar vooruit. En uh, hoe verder je vooruit kijkt, des te schimmiger wordt het verhaal en, en minder betrouwbaar. Dus waar het nu om gaat, uh, zou ik zeggen, is als je short posities hebt, um, ga, ga daar een beetje winst nemen. Hou een deel vast. Um, maar pak een beetje winst en uh, probeer op een pullback hier te kijken wanneer, wanneer draait dit verhaal. Um, en hoe, hoe gaat die pullback? Ik kan me best voorstellen dat er één of twee flinke, flinke candles in zitten, uh, een beetje zoals, zoals dit soort candles, als een soort, gewoon een soort reactie. Uh, want we hebben hier toch wel aardig wat, uh, wat verkoopgedrag gehad, en daarop krijg je ook in een, in een, in een bear market, in een korte termijn bear market, krijg je ook reacties. Uh, kijk heel even mee uh, naar de. Um, de COVID crash, um, kijken wanneer is dat? Ja, dat is hier. Kijk, ook in die, die COVID-crash, die duurde natuurlijk maar heel kort, maar ook hier had je dus één van dat soort bars van, uh, van bijna 10%. Uh, en ook intraday, kijk, van high en low had je hier. Dus de, de, de meest felle en gemene stijgingen heb je vaak in een, in een, in een neerwaartse trend. Um, dus ik ga ervan uit dat wij, uh, dat wij begin van de week uh, toch wel een soort omkeer gaan krijgen. Maar dat die uiteindelijk gaat leiden tot een lagere top. Waar je dan nog een keer flink aan de shortbel kunt, uh, kunt rammelen. Voor mogelijk de laatste ronde. En dat we dan over een, een maand of zo. Misschien twee maanden, maar laten we even het nu houden op een maand. Dat we dan uh, kijken naar bodempatronen. En mogelijk dat je dan bijvoorbeeld de Nasdaq uh, een procent of 10, 15% procent lager kunt kopen. En dat zal natuurlijk weer een heel mooi cadeautje zijn voor de periode daarna. Goed, dit is dan de Nasdaq. Ook hier hadden we natuurlijk gezegd. We uh, verwachten minimaal een nieuw low. 1, 2, 3, 4, 5. Dat was dus hier. Um, nou, we hebben keurig uh, dikke nieuw lows gemaakt. Uh, we testen nu dit niveau hier. Dus het eerste swing low point. Uh, bedenk even. Kijk even naar de trend in de, in de rechter weekchart. Uh, sinds de COVID crash, hebben we alleen maar higher lows gemaakt. Hier, kijk, alleen maar higher lows. En nu komen we voor het eerst dat we dus die low gaan testen. Nou, ik ga ervan uit dat ook hier nu een soort reactie komt. Uh, een reactie omhoog. Um, die reactie <coughs> zou in principe 50% van deze candle kunnen zijn. Dus dan, dan hebben we het over zeg maar, reactie tot 14, nou misschien rond de 15.000 15.000 zo'n beetje. Rond, rond dat niveau. Dus reactie tot hier. En dan lagere top. En dan nog één beweging naar beneden. De uh, weekcyclus zou hier gebodemd kunnen zijn qua, qua, um, qua lengte. Maar als ik hier even ook de maand erbij pak. Kijk, dan ga ik ervan uit. De maand staat nu op 22 bars. Zo, is, is aan de ruime kant. Um, maar dat die ene maand ook nog wel bij kan. En er lijkt hier gewoon nog wat ruimte te zijn. En nogmaals, um, ik heb meestal zie je dat um, maandcycles, grotere cycles dat we daar um, complexe uh, correcties zien. Dus als we hier even kijken naar um, bijvoorbeeld. Um, die COVID-crash 2020 en 2019 hier, die uh, was ook een maandcyclus. Als we dat eventjes bekijken, dan uh, ik zet dat even hier links in de, in de uh, zet ik nu even de week. En dan gaan we even kijken hoe die reacties eruit zien. Kijk, ook hier zag je, um, oh sorry, dan moet ik even naar de dag dat heb ik even hier gedaan. Kijk ook, dus we hadden hier: dit is dus die, die maancyclusbodem geweest. Hè, dat is dus deze. En ook hier zie je beweging omlaag, omhoog, omlaag. Dus zo'n complexe correctie. En dan gaan we even naar. Uh, oh, dat was uh, december 2018. Gaan we daar even naartoe. Oh ja, dat was hier. Kijk, daar hadden we eenzelfde correctie. Hier, daar hadden we deze. Dus omlaag, omhoog, omlaag, dus hadden we zelfs vijf golven. Dus uh, grotere bodems gaan volgens mij vrijwel altijd samen met um, met uh, meer dan één downswing. Nou, en dit is eigenlijk 1 leg naar beneden. Vanaf zeg maar bijna de high. Bij de Dow zie je het ook. En het zou heel raar zijn als dit dan meteen de bodem is. En we gaan vandaar nieuwe highs maken. Dus ik ga ervan uit dat we dus herstellen. En dat het herstel tot een nieuwe kans leidt voor een, voor een short-positie. Um, en uh, ja, die kan in principe uh, hier ook nog wel erg interessant worden. Als we hier even nog naar de retracements kijken. Misschien. Dus vanaf de. Crash, de COVID-crash tot nu. Kijk, en we gaan even kijken hier naar, uh, naar 1 derde. Dan zitten we op uh, 13,750. Hier, dat is rond die 20 gemiddelde, Hier, dus dat kan. Dan, dan zit er nog een, uh, nou, laten we zeggen 1000, nee, een uh, 7,800 punten. Dat is nog een, een, een procent of 4,5. Dat lijkt me echt de onderkant. Vaak zie je, en dat, dat heb ik in eerdere vlogs ook al aangegeven, dat we die 1x20 we echt wel onder komen En dan kom je ergens tussen 30 en 50, en dan zitten we ergens zeg maar, in, in deze range. Nou, dit zou bijvoorbeeld een mooi target zijn hier, 12.600. Dat betekent dus een, een procent, nou, een, een 2000 punten er vanaf. Um, en dat is uh, iets meer dan 10 en dat kan. Waarom niet? De NASDAQ is ook behoorlijk gestegen. Um, en we hebben ook gezien dat het draagvlak van de nestdek behoorlijk dun is. Het werd eigenlijk alleen nog maar gedragen door een, een handje voor fondsen. Nou, die beginnen nu ook te piepen en te kraken. Dus in principe kan dit. En is dit ook alleen maar gezond als we hier corrigeren. Om daar dan weer aan de, aan de longkant te gaan voor een, uh, voor een nieuwe beweging hier omhoog. Nou, dan de, de Russel. Daar zien we keurig dat we, um, dus daar zitten we nu ook op, even kijken in de dag, op 22 bars. Dus wordt het hoog tijd dat we even corrigeren. En wat zien we hier, kijk als we hier even naar links kijken, dit is die lange range. En dit was die moeder aller uh, boodeltraps. En nu zijn we dus uitgebroken aan de onderkant. Nou, en uh, dit is echt, uh, kijk als je hier kijkt over, uh, over... Uh, Contractie. Dit is behoorlijke contractie. Dus um, ik ga ervan uit dat wij, en dat zou een prachtige setup zijn, um, herstellen. Um, wellicht tot, uh, tot de um, onderkant ervan, of misschien net niet, en dat we dan vandaan een nieuw loos maken. En het zou goed zijn dat we dan uiteindelijk hier in de laatste weken dit gaan, uh, gaan meemaken. Dus even iets netter intekenen. Zo, dus, um, dus dit is de onderkant, zeg maar. Herstel tot, laten we zeggen, 50% hiervan. Dus net niet de onderkant. En dan vervolgens nog deze beweging. Kijk, want de, de, de Russel heeft samen met de Nestek het meeste last van de, um, van de uh, tightening van de vet. Dat, dat er toch renteverhogingen aankomen van de hoge inflatie. Daal de winstverwachtingen. En uh, ik kan me voorstellen dat we hier uiteindelijk nog wel een. Uh, ja, een procent of 10, uh, 15 of nog wel mogelijk te gaan hebben. Zeker ook omdat dit gewoon een heel belangrijk verkoopssanaal is hier. Um, even natuurlijk de andere kant van de medaille. Dit is nu een heel berrisch verhaal. Wanneer gaat dit allemaal ongeldig worden? Niet dat ik daar nu even rekening mee hou. Maar je moet altijd een open mind houden. Dat weten jullie. Kritieke bar is deze bar natuurlijk, dit is de uitbraakbar. Mocht die nu om wat voor reden dan ook weer terug worden gebroken. Hè, als de Fed de zegt: uh, dit was allemaal one big joke. En we gaan uh, helemaal niet de rente verhogen. Dan, uh, dan krijg je natuurlijk uh, markten die in vuur en vlam zijn. Als we hier boven deze rode, solide weekend uitkomen. Dan uh, is dit eigenlijk weer een super bear trap geweest. En dan zou je ervan uitgaan gaan dat wij met de markten de bodem gezet hebben. Maar nogmaals, daar ga ik vooralsnog even niet vanuit. Ik ga ervan uit dat wij um, eerdags en het lijkt mij eigenlijk maandag al een mooie draaidag, dat we herstellen. Dat het herstel qua tijd niet lang is, ik denk maximaal drie tot acht dagen. Maar dat er wel even wat felle momenten tussen zitten. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat we maandag misschien even eerst een zelf hebben, een laatste zelf, de loos even flink aanstampen. En dat we dan een, 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 een joekel van een reversal krijgen met 2-30% hoger, dat je bijvoorbeeld dan dinsdag nog vervolg krijgt, en dan stort je weer half af, en dan herstel je weer. Dus de super volatility, prachtig voor daytraders, en dat we op die manier een aantal dagen wat, wat opwaarts gaan, op die manier 50% van de weekkendel, van afgelopen week, eh, corrigeren, en dat we dan die lagere top zetten, eh, waar we dan weer nieuwe swingposities aan de shortkant kunnen innemen. Goed, dit uh, is de DAX. Uh, overigens, um, als je misschien denkt, hey, wat zijn dit voor rare um, dagcandles? Um, want de DAX is uh, vrijdag wel rond het laagste niveau gesloten. Uh, dit heeft te maken met de data die dit beurspakket krijgt. Dit is uh, TradingView, ik heb daar ook over gemaild. Van jongens, ik kijk hier naar de DAX futures en die DAX futures sluiten echt om 10 uur. Maar zij krijgen de data van de Eurex en die data voor de dagcandles die lopen... Um, tot de, de regular exchange hours. Dat betekent dus tot half zes. Uh, als je hier eigenlijk beter zou zijn als we hier een 24-uurs-candle pakken, Kijk, dan krijg je dit soort uh, candles. Die kloppen ook niet helemaal, want het, het opent dan niet helemaal om, om 12 uur, maar dat is een beter moment. Kijk, dan zie je dat we hier op het laagste niveau uh, zijn gesloten. En. Um, en dan zou je dat ook moeten aanpassen op de week. Kijk, de week is nu eigenlijk hier gesloten op het laagste punt. Maar goed, je begrijpt het principe. Ook DAX is bearish. Maar nog steeds minder bearish dan, uh, dan al die andere markten. Want dat, dat verbaast me nog steeds hier. Kijk, vrijdag kregen we wel een flinke klap om de oren. Maar donderdag en woensdag waren eigenlijk twee ne neutrale dagen. Terwijl de US gewoon flink naar beneden gingen. Dus DAX, die DAX houdt het best wel goed. Maar. Kijk, dit is de weekcyclus. Dit is het M-patroon. Dit is de tweede golf van de week. Ik ga er toch vanuit: kijk, dit is gewoon een bearish patroon hier. Dat we nu toch ook in de DAX klappen gaan krijgen. Um, dat we minimaal die 14.800 testen. Um, en laten we ook hier even voor de volledigheid de retracements erop loslaten. Zo, en um, dan zie je uh, 30% zitten we rond die 13.700. Dus dat is dit niveau. Nou, en dan heb je nog steeds een super bull cycle uh, achter de rug. 50% zou hier zijn, maar 30% is, is op zich prima. Waarom? Kijk, dit is het, uh, het uitbraakpunt wat we hier gehad hebben. Hier, rond, rond die zone hier. Dus dit zou een prima niveau zijn, betekent nog een, een ruimte van zo'n 1800 punten, betekent een procent of 12 of zo. Nou, wat is nou 12% op een schaal hier van, van, van 8.000 naar, naar 16.000, dat is gewoon drie keer niks. Dus je moet dat in grote lijnen zien, maar dat betekent wel dat dus deze laatste, mogelijke laatste dagcyclus, deze laatste leg, dat die nog wel echt heel erg interessant kan worden. Um, dus ik, uh, ik, ik heb nu mijn, mijn short-posities eindelijk tot een minimum. Die heb ik nog. Ik, ik was zelfs even zo, um, misschien een beetje vroeg om, uh, om uh, uh, vrijdag in de, in de middag. Heb ik al een hele kleine long ingenomen op de NASDAQ. Dat was nog een beetje vroeg. Daar sta ik al een beetje onder water. Maar goed, dat is heel erg klein. Um, maar ik, uh, ik ben heel erg enthousiast over. Um, wat, er, wat er nog gaat komen. Um, vermits uiteraard het scenario uh, netjes wordt gevolgd. Dus nog even concreet, morgen, misschien dinsdag, maar ik ga er eigenlijk vanuit dat het morgen kan zijn. Draaidag, herstel, um, uh, drie tot acht dagen, misschien vijf, zes. Um, daar zitten wat felle dagen tussen, wat felle dalingen. Dus, dus uh, up, down, up, down. En dan per saldo gewoon uh, wel wat corrigeren. Uh, een top zetten. En dan de laatste drie weken gewoon bijvoorbeeld flink down. Uh, vanaf het hoogste punt misschien een procent of 10, 15. En het levert natuurlijk een bakken met geld op. Op het moment dat je dan mooi short zit. Met bijvoorbeeld ook, ook kortlopende opties. Ook hier uh, let op. Wanneer vervalt dit scenario? Um, eigenlijk als we in het dak, zou ik zeggen, boven hier boven, die, boven dit niveau komen, hier boven die 16.000, dan, uh, dan zou ik zeggen, all bets are off. Dan hebben we toch ergens een, een bodem gezet. Maar dan uh, ja, dat zou ik heel raar vinden gezien de huidige ontwikkeling die eigenlijk volledig past in het verhaal van end-of-cycle in de maand en in de week. Um, dus um, ik, ik blijf er gewoon voor, voorlopig bij dat het bearish scenario is het meest uh, waarschijnlijk het meest realistische en dat is ook het, het, het scenario wat de markt nu op dit moment ook netjes volgt. Nou, dan kijken we naar uh, goud. Goud moet ik trouwens weer even terugzetten naar de dag. Zo. Um, ja, dat goud, dat, uh, goud en... Uh, of eigenlijk de edelmetalen... die hebben mij even verbaasd, moet ik zeggen. Um, ik ging er eigenlijk vanuit... Um, dat... Um, nee, we hadden... We hadden even, even terug naar vorige week. We hadden twee scenario's. We zeiden, nou, wat is nou interessant... voor de edelmetalen om, om aan de longkant te zitten... of we gaan hier die long... Uh, sorry, de, de onderkant van die reens testen. Um, en um, gezien eigenlijk... Deze beweging was is dat ook, was dat ook mijn, mijn voorkeur. Of wij zien inderdaad dat de markten nu opwaarts lopen en dan willen we eigenlijk dat die, dat die gemiddelden opwaarts lopen en dan zien we hier op die manier zien we, um, op die manier zien we een, een soort pullback. Maar we hebben dus, dat is belangrijk, we hebben dus uh, een veranderende marktstructuur nodig. Kijk, als je naar de structuur kijkt in de week hier. Kijk, dit is, gewoon, dit is nog steeds drie keer niks. Kijk, dit, dit, is een, dit was een mooie dag, woensdag. Maar op weekbasis, ja, kijk waar zitten we nou? Dit is, gewoon, dit is gewoon één grote rommel. Dus laten we die rommel eens even een beetje van afstand bekijken. Kijk, dit kan positief zijn. Dat dit een, een bodem is van een soort grotere orde. Maar nogmaals, dan moet je toch op een of andere manier hier gewoon uitbreken: hier uitbreken. Of inderdaad hier een pullback, weer tot dat gemiddelde en dan vanaf daar omhoog. En dat betekent dus op dagbasis correctie en hier weer omhoog. Dat betekent dus een andere marktstructuur, dus ontwikkeling van een, uh, een opwaartse trendbeweging. Dus ik vind het voor het goud nog heel erg rommelig, uh, zegt me eigenlijk nog niet zo heel veel. Zilver daarentegen, kijk dat is wel interessant nu. En, uh, en daar was ik eigenlijk behoorlijk verbaasd. Um, want dat is ook een behoorlijke stijging geweest. En dan zie je ook, dat is ook bewijzen dat dat silver echt gewoon binnen, binnen no time um, hele grote sprongen kan, uh, kan maken. Um, kijk, zilver had ook gezegd, uh, ga ik er vanuit, mooie longpositie zou eigenlijk hieronder zijn rond die 19. Um, we stonden toen hier. Dus het, mijn, mijn visie was eigenlijk neerwaarts gericht, dit, dit heb, heb ik niet verwacht, deze, deze enorme candle. Of, als we dus nu uitbreken, dan willen we eigenlijk een uh, structuurverandering zien, dat we hier gaan, gaan bodemen. Nou, dat laatste lijkt nu in de maak. Je ziet, we hebben hier nu een, uh, we noemen dat een 1-2-3-patroon gezet, dat is een, een omkeerpatroon, opeilig je die kritieke steun. En wat je nu wilt is stap 2. Je wilt nu bevestiging. Dat betekent hier, kijk als we even naar links gaan. We hebben hier dus nu een, een kritiek niveau rond 23,2 uh, zo'n beetje. We willen nu dat er een, als er een pullback komt, dat die eigenlijk in deze zone tot stilstand komt. En dat we daar eventueel een longpositie kunnen oppakken voor een nieuwe beweging omhoog. ...tot minimaal 25,5, 26. En uiteindelijk natuurlijk hier de overkant. Dus um, ik doe nu nog niks. Dat lijkt me ook niet opportun om, uh, om zo'n beweging achterna te jagen. Ik, ik zoek eigenlijk de, een pullback tot uh, hier die zone. Nou, zegt 23,50 plus minus uh, 1%. Om daar dan uh, een omkeerkennel af te wachten om daar dan vervolgens een long trade aan te gaan voor het midden van de range en uiteindelijk de bovenkant van de range. En als dat inderdaad netjes zich zo voordoet als ik nu uh, het aangeef, kijk, dan kunnen we misschien praten over echt bullish verhaal. Want op maandbasis ziet het verhaal natuurlijk op zich er nog redelijk goed uit, want we hebben hier gewoon die grote impuls, we hebben correctie en als dit inderdaad een maand is, kijk, en dan begint het. Ik zeg begint het wat op te lijken, dan zit hier natuurlijk in potentie een hele mooie beweging uh, nog te wachten. Maar ik zeg lijkt, want kijk, op maandbasis, als dit de bodem is, ja dit is ons nog nou niet echt heel constructief. Dit is gewoon chop. En we noemen dat chop gewoon één grote rommel. Um, dus je je wilt je minimaal nu zien pullback. Dan kun je hier een low risk entry doen. Dan heb je zeg maar hier je stop. En als we dan meters gaan maken. Kijk, dan begin je hier meters te maken. Nou, kijk, dan begint het langzaam interessant te worden. Voor een termijn van, laten we zeggen, 12 maanden. En we denken: zilver kan in een aantal maanden gewoon makkelijk verdubbelen of meer dan dat. Maar dan wil ik eerst even zien dat op de korte termijn. dat we hier die chop, die, die overlappende structuur gaan verlaten. En dan de laatste, Bitcoin. Um, ach, Bitcoin, kom maar, een kwel, mijn Cryptoland. Um, misschien een tip als je in crypto's belegt en, uh, en je denkt nu: um, ja, wat moet ik hier nou mee? Uh, is dit nou wel goed? Had ik niet gewoon op, uh, hierboven moeten verkopen? Ja, dat weten achteraf natuurlijk allemaal dat we op de top moeten hadden, hadden moeten verkopen. Maar doe één ding niet. Kijk vooral niet naar Twitter, wat men ervan vindt. Want daar kom je echt de aller, aller, aller onzin tegen. Um, van verhalen, we gaan nu gewoon van nu naar 300. Of we gaan helemaal naar 0 en alles daartussenin. Um, trek gewoon je plan. Kijk gewoon naar de chart. En, en, en kijk naar de structuur van de markt. En ik probeer daar in deze vlog ook een beetje mee, mee te helpen. Maar laat je niet beïnvloeden. Door andere Twitteraars die uh, waarschijnlijk nog veel minder ervan afweten. Dan, uh, dan jezelf. Dus dat even een tip, want. Uh, met name in dit soort tijden. Um, uh, ja, zie je ontzettend veel onzin. Uh, verhalen... die er ook, denk ik, op gericht zijn. Om, om inderdaad ook het een en ander te sturen. Dus, dus uh, neem die tip even van mij aan. Um, even een analyse, wat er uh, vorige week ook gezegd. Dit is het kritieke niveau. Kijk, zolang we hieronder blijven, onder die 44, is die kans gewoon reëel dat we uiteindelijk gewoon dit niveau breken. En dit niveau is kritiek. Dat zie je in de week. Zeg maar 38,5, 42, 44 hier. Um, daar moet je stand houden. Komen we daaronder, en dat is nu gebeurd, dan uh, is dit de volgende zone, 29, 33. Zoiets. En um, ja, het ziet er nu uit dat we nu op die, die zone 29, 33 koersen. Dit lijkt mij op zich een hele, hele, hele sterke zone. Misschien dat er even een overshoot komt, maar ik kan me niet aan de indruk trekken dat we daar echt een bodem gaan vinden. Um, om dat misschien even wat inzichtelijker te maken. Want kijk, het korte termijn plaatje is, is natuurlijk kapot. Uh, je hebt nu echt een bodem nodig. Uh, maar veel mensen maken zich zorgen, ja hoe zit het nou met, uh, is die, die hele cycle nog wel intact? Moet ik nou gaan kopen? Moet ik nou van verkopen? Um, wil ik jullie eventjes helpen, uh, even een beetje vanaf een ander standpunt. Dus ik laat je even een ander grafiek zien. Zo, dan gaan we even bekijken, dus de daggrafiek. En uh, ik heb hier even een 200 uh, daags MA gezet. Dat hebben we hier niet voor nodig, maar wel voor de week. En hieronder heb ik gewoon een RSI gezet, een RSI 14. Met uh, de 20 en de 80 uh, range. En het, uh, kijk even, we staan nu op de 20. Nou, 20 is echt heel erg laag. De vorige keer dat we op 20 stonden, of daar iets boven, dat was hier in mei. En daarna gingen we uiteindelijk uh, zo'n beetje 100% omhoog. De vorige keer dat we heel erg laag stonden, rond de 20, dat was, in, uh, dat was die COVID-crash hier daarna gingen we uh, meer dan verdrievoudigen die keer daarvoor dat we um, heel erg laag stonden dat was hier en uh, en hier van hier naar daar ach, dat is en toen gingen we eerst uh, flink omhoog en dan nog één keer naar beneden en daarna uiteindelijk Flink omhoog. Dus zeg maar, van hier naar daar was ook 50%. Van hier naar daar was het meer dan 50%. Um, die keer daarvoor. Dat was uh, hier. Nou, sorry, moet ik even iets naar, naar links. Dat was hier. Kregen we eerst een uh, reactie van uh, 30% omhoog. Nog één bodem, en dan vervolgens de bodem. Um, nou, ik kan er wel even doorgaan, maar we zitten dus nu op interessant niveau qua um, oversold. Maar dat is op dag. Um, interessanter vind ik het eigenlijk zelfs op weekbasis. Dus we kijken even op weekbasis hier. Kijk, dit is op weekbasis. En dan wil ik met jullie even naar twee dingen kijken. Die grafiek die loopt hier tot 2012. Um, en ik teken dat hier even in. Kijk, dat heb ik hier even gedaan. Kijk even met me mee. Dit is week. Um, die, um, die RSI staat nu hier. Dat is uh, iets onder de, de 40. Dus die staat er nog niet. Nog net niet. Maar als we nog iets verder gaan. Dus stel we gaan dit niveau testen. Die 29,32 uh, hier. En we doen dan nog um, nou, voilà, 1, 2, 3 weken over. Ik noem maar iets. Dan staan we in deze groene zone. Kijk, en we hebben in de historie een aantal momenten gehad. Dat was hier. Toen gingen we fors omhoog. Dit was de bodem. Dit was de bodem. Dit was de bodem. Um, en trouwens, dit hier. Toen stonden we hier. Dus daar waren we zeg maar, rond die 40. Dat is ook nog eens een, keer een interessant punt. Dus wij staan nu op weekbasis al op een interessant niveau. Um, dus ik, ik, ik denk dat wij. Er, er kan best nog wel even wat pijn in de markt komen. Maar wij komen nu. Uh, ik heb het nu even over middellange termijnen, over uh, 6 tot 12 maanden. De, de vraag eigenlijk, moet je nu nog verkopen of moet je nu aan kopen denken? En dan heb ik het over lange termijnen, Dus ik heb het niet over trading van wat doen we morgen of overmorgen of volgende week. Ik heb het over moet ik nu met mijn centen. Uh, weer wat allokeren in, in Bitcoin. Want je kunt dat op verschillende manieren doen. Je kunt, zijn, je kunt elke week wat kopen. Je kunt het staffelen. Dus je kunt zeggen, op het moment dat ik dichter dus bij de voortschrijdende gemiddelde ben, dan ga ik zwaarder in. Ga ik er verder van weg, dan, dan blijf ik kopen. Maar ik doe dat gewoon lichter. Uh, je kunt dat spreiden in tijd. Er zijn diverse methodes. Maar ik ga ervan uit dat wij um, op een bepaald moment je, uh, het mean reversion principe. Dus we nemen afstand, we komen terug, nemen afstand, komen terug enzovoort enzovoort. En de meest interessante punten zijn als we zeg maar belangrijke bodems zetten. Nou, die RSI die zit nu in zo'n zone dat als je dat nu bekijkt hier, dat wij nu echt interessant op een interessant niveau zitten, um, als we het hier even bekijken, waar dat mooi samenvalt hier. Alleen die linker, dat, kijk, die was nog een beetje te vroeg, uh, waar dat hier samenvalt. En, let op, de um, 200 weeks gemiddelde, kijk, 200 weeks gemiddelde hier, 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 en die zou rond 25.000 liggen. Nou, um, dus daar hoeven we natuurlijk niet exact te testen, maar zeg maar, we zitten relatief dichtbij, denk ik, een heel interessant punt voor een, een, een mogelijk en een hele flinke nieuwe beweging. En kijk, als je, als je dit patroon natuurlijk bekijkt, en ik moet dit even, ja, dit is logaritmisch, dus dit is goed. Even iets groter doen. Kijk, als we dit bekijken hier, en we gaan hier even ook die retracements op loslaten, vanaf hier. Zo, en dan even... Kijk, en um, nou, dat is niet zo handig, want het meet absoluut. Ik moet het even anders doen, excuus. Um, kijk, als we van hier naar daar kijken, en dat is natuurlijk een logaritmische schaal, en we kijken gewoon naar de mate van stijging, dan zit dit nog steeds in het bovenste deel. Zie je? Dus wat dit eigenlijk is, eigenlijk is dit een grote training range. En natuurlijk snap ik dat vanaf de high naar de low, dat hier 50% afgaat. Maar de beweging komt van hier, die komt van rond de 4.000 dollar, gaat uiteindelijk naar uh, 65.000, 70 70.000 dollar en lijkt hier nu een soort trading range te zetten. Nou, op het moment dat je hier dus nu dit niveau zou gaan testen en daar op veert en dan krijg je dus hier uh, inderdaad ook die RSI in een mooie zone die we al eerder hadden, dat zou mijn zinsdienst een heel interessant punt zijn om, uh, om, om echt in te stappen uh, voor een nieuwe flinke beweging omhoog. Dus hoe, ik snap heel goed dat, dat, uh, dat crypto-beleggers zeggen, ja dit doet behoorlijk veel pijn. Dat is ook zo, want kijk als je, als je het mij vraagt en ik zou de, de klok terug kunnen draaien en zeggen, nou kan ik hier nog achteraf alsnog verkopen. Dan hoef ik daar niet over na te denken. Maar, dit is de, de prijs die je betaalt als je van hier naar hier wilt. Uh, als je van hier naar daar wilt, dan zitten er dus dit soort bewegingen tussen. Um, maar daarom heb ik in de vlog ook vaak onderscheid gemaakt tussen trading en, en, en kernpositie. Nou, dit is nu langzaam en. Uh, een interessant niveau waar je mogelijk je kernpositie nog een keer kunt uitbreiden. Als je, ik ken een, een, een aardig aantal mensen die um, niet hier hebben gekocht, die niet hier hebben gekocht en ook niet hier hebben gekocht, maar die hebben hier gekocht en hier pas. En, uh, en die kunnen nu hier of hier het, het mogelijk op een interessant niveau gaan middelen. Um, natuurlijk ervan uitgaande dat dit hele verhaal niet naar nul gaat. Daar staat of valt het mee en, en, en je, je mag ook nooit um, meer investeren in, in iets uh, dan wat je, wat, je, wat je aan verlies kunt, kunt leiden. Dat, dat geldt natuurlijk voor alle beleggingen, dat, dat, dat staat buiten kijf. Maar je moet proberen het, het korte termijn sentiment um, even een plaats te geven... Kijk, als wij, als wij, en ik doe dat nu bewust even, als we op die manier kijken. Kijk, dit ziet er gewoon verschrikkelijk uit. Dit is gewoon een, een bear market van heb je mij daar. Als je dit in de Dow had, 50% daling, nou dan hadden we nu al een, een nieuwe vette recessie aan de broek. Um, maar als we uh, dit zien, en ik pak even hier de maand. Kijk, dit is Bitcoin. Ehm. Um, begon hier, staat nu hier. Um, en wij proberen een, een, een positie aan te gaan voor 3, 4, 5 jaar. Uh, tenminste, dat is het idee wat, 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 wat ik hierbij heb. En um, when in doubt, zoom out. Nou, dit ziet er volgens mij nog steeds super bullish uit. En stel dat we dus hier volgens die RSI een mooi niveau hebben. En we gaan uiteindelijk hier of nu verhogen. Ja, dat is toch uiteindelijk wat je wilt. Dus, dus uh, probeer even te kijken wat voor, wat voor pad je op hebt in deze. Um, uh, is het een trading pad? Ja, dan zie ik op dit moment geen, geen long trade. Daar wil je eerst duidelijk zien dat we eigenlijk een, een goede locatie vinden. Maar die locatie die zit, die zit zeg maar nu in, in dit in deze range zo'n beetje, waarschijnlijk iets lager, een beetje hier. En, en daar wil je dus uh, duidelijk uh, steun zien en dat de markt gaat draaien. En dat is tevens denk ik een locatie voor de lange termijn. Waar we dan hier ook weer wat kunnen accumuleren. En dat heb ik jullie hier proberen aan te geven met een paar hele simpele dingen. Um, dat wordt ondersteund door een aantal andere modellen. Maar goed, dat gaat nu even wat, wat te ver. Maar al even wat simpele technische dingen van, van de langere termijn historie. Waarbij ik me natuurlijk volledig bewust ben van het feit dat Bitcoin pas 13 jaar of zo bestaat. En dat we hier geen data hebben die 50 of 100 jaar teruggaat. En dat ik de aanname maak dat Bitcoin inderdaad niet naar, naar nul gaat. Maar goed, nogmaals, waarom zouden we de aanname maken als dit, on, als dit de lange termijn ontwikkeling is? De lange termijntrend is nog steeds gewoon bullish. En het enige wat dit vooralsnog is hier. Is gewoon een, een, ja, een zijwaars patroon. Als dit bij wijze van spreken een 5-minuten grafiek was voor daytraders, traders. En dan zou je zeggen: Oh, dit ziet er gewoon prima uit. En dan gaan we hier kopen en dan gaan we nieuwe highs maken. Maar goed, op het moment dat we alleen maar hier inzoomen. en vervolgens gaan we naar Twitter kijken en lezen allerlei uh, verhalen van mensen die uh, hier waarschijnlijk op de top gekocht hebben. en nu in allerlei spijt. En alle bewoordingen dat dat gaan draaien, dat ze misschien daar hebben verkocht en dat ze het altijd al hebben geweten en dat soort zaken. Ja, dan verlies je gewoon de focus op wat je eigenlijk hiermee wilt. Bedenk, dit is nog steeds een, een asset die gewoon prima rendeert en uh, die gewoon over het afgelopen jaar uh, het beter heeft gedaan dan, dan alle aandelen, dan obligaties, dan commodities, noem maar op. Um, ik ga ervan uit dat dit gewoon als je twee, drie jaar vooruit kijkt, dat dit nog steeds zo is. En wil even benadrukken dat we nu zo langzaamaan. Misschien zijn we nog ne net niet, maar we komen in de buurt van een niveau waar je zegt. Nou, daar begint het toch weer interessant te worden om weer wat, wat agressiever uh, te gaan kopen op gestaffelde lagere niveaus. Goed. Um, we zijn allemaal weer uh, klaar, dus hele spannende weken denk ik. Um, dus even resumeren, ik verwacht eigenlijk maandag, dinsdag een draai in de aandelenmarkten. Um, ga ik daar op long? Uh, no way, absoluut niet. Want uh, dat zijn uh, waarschijnlijk uh, die oplevingen, ga ik vanuit dat zijn eendagsvliegen, uh, ik ga wel long als, als zijn de daytrader. Dat wel, maar dan daar zit ik achter het scherm, daar kan ik de positie snel afkappen als het fout gaat, maar niet als swingtrader. Uh, als swingtrader ga ik op zoek naar shortposities als ik de indruk heb dat we bijvoorbeeld 50% van afgelopen week hebben gecorrigeerd. En dat we een dag of 3, 4, 5 correctie hebben gehad. En ik zie middels mijn intraday charts weer wat tekenen van vermoeidheid. En dan ga ik gewoon echt heel erg agressief short voor die laatste beweging. Jullie weten nu waar de koersdoelen zitten. Vermits we uiteraard die draai dan hebben in de markten. Dat staat altijd voorop. Eh, eerst bewijs en dan, en dan handelen. Niet eh, dom anticiperen. En om dan te proberen in de daaropvolgende 2, eh, 3, 4 weken. Om ons even heel flink te scoren. Want eh, met deze volatility en met mogelijk nog lagere koersdoelen. Kan dit gewoon eh, super interessant zijn. En dat we daar dan een bodem vormen. En dat we dan weer aan de longkant... Kunnen opereren. Uh, wens jullie allemaal een hele succesvolle week toe, veel uh, wijsheid en tot volgende week.